Goedemorgen. Kijk eens naar deze satellietfoto. Er is geen wolkje in de buurt van Nederland. En dus is de weersverwachting voor mij super makkelijk. Het wordt een stralend zonnige dag. Van zonsopkomst tot zonsondergang gaat vandaag de zon volop schijnen. De temperatuur loopt gestaag op bij een zuidelijk briesje wordt het halverwege de ochtend al 13 graden en vanmiddag verwachten we maxima van 23 tot 26 graden. Daarmee hebben we dan de eerste zomerse dag van dit jaar te pakken. Ook op de stranden is het lang aangenaam, totdat er een zeewindje opsteekt, dan zal het daar wat minder zijn. Vanavond buiten eten kan allemaal prima. Dit zijn de temperaturen om 8 uur 's avonds, dus uh, daar kunnen we denk ik niet over klagen voor halverwege april. Mocht je vandaag geen tijd hebben om te genieten, dan krijg je nog genoeg kansen de komende dagen. Morgen wordt de warmste dag, dan plaats ik 28 graden. Ook de dagen daarna verwachten we dat het zonnige zomerweer, wou ik haast zeggen, gewoon aanhoudt. Want vrijdag, zaterdag en zondag verlopen ook overgoten. Temperaturen doen wel een stapje terug, want de wind gaat draaien. Maar de kans op een bui is tot zondagavond heel erg klein. Dus volop zon, goed insmeren als je erin ligt, dan komt het allemaal goed. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.